Hallo, ik ben Finette. Ik ben derdejaarsstudent maritiem officier. Vandaag laat ik je de opleiding zien en beantwoord ik meteen de meest gestelde vragen. Kijk je mee? De school staat op de Amstel Campus midden in de stad en daar is altijd veel te doen. Je studeert bij de opleiding in kleine groepen en er is veel persoonlijke aandacht. Iedereen kent elkaar bij naam. Ik woon in Huizen. Ik ben ongeveer een uur onderweg naar school, maar ik vind dat persoonlijk wel lekker. Onderweg kan ik even ontladen en nergens aan denken. En als ik dan thuis ben, kan ik weer verder met school. Mijn broer volgde de opleiding ook en hij is toen voor zijn zeestage heel de wereld rondgereisd. Ik wist toen direct, dit wil ik ook. Het leek me fantastisch om op een van die grote schepen te varen. En vooral de vrachtsector sprak mij heel erg aan omdat het zo kleinschalig is. Je bent met een hecht groepje maanden onderweg en echt op elkaar aangewezen. Het eerste jaar bestaat uit twee blokken van 20 weken. Hierin volg je vakken en maak je projecten in de twee afstudeerrichtingen stuurman en scheepswerktuigkundige. Je hebt ongeveer 10 tot 15 uur per week les. Je leert dan bijvoorbeeld reisvoorbereidingen maken. Daarnaast heb je elektrotechniek practicum en vaar je wekelijks op een van de brugsimulatoren. Ook krijg je de vakken Engels, natuurkunde en wiskunde. Deze zijn wel scheepsvaartgericht. Dat betekent dat je wis- en natuurkunde onder andere gebruikt bij het berekenen van de stabiliteit en belading van een schip. Wat heel fijn is, is dat je in het eerste jaar een vaste begeleider hebt bij wie je met al je vragen terecht kan. Om je een goed idee te geven waar je kan gaan werken, bezoek je in het eerste jaar bedrijven en organisaties binnen de maritieme sector. Bijvoorbeeld het loodswezen, rederijen en havenbedrijven. Ook vaar je met je klas een weekend mee met Stena Line naar Engeland en terug. Zo zie je in het echt hoe het is om stuurman of scheepswerktuigkundige te zijn. Aan het einde van het jaar heb je een goed inzicht gekregen in beide richtingen en maak je een voorlopige keuze voor stuurman of scheepswerktuigkundige. Net als aan boord werk je bij ons op de opleiding veel samen en verlopen groepsprojecten best wel formeel. Zo teken je vooraf een samenwerkingscontract en verdeel je de taken. Dit is belangrijk omdat je later aan boord ook je eigen taken hebt die je gestructureerd moet uitvoeren. Elk blok heb je een groepsproject. Het leukste vond ik projectoriëntatie op het beroep. Hierin onderzoek je wat je later als maritiem officier precies kunt gaan doen. Voor dit project gingen we onder andere naar de Amsterdamse haven. Het was super gaaf om daar al die grote schepen te zien en te beseffen dat ik daar later op ga varen. Elk blok hou je een portfolio bij. Daarin zet je alle opdrachten waar je individueel en in teamverband aan hebt gewerkt. Je laat zien dat je aan bepaalde competenties hebt voldaan. Kun je bijvoorbeeld efficiënt in het Engels met je groepje communiceren. Tussentijds bespreek je met docenten je voortgang. En als je er even niet uitkomt, dan is er altijd wel een docent of medestudent die je wilt helpen. Aan het einde van het blok wordt je portfolio in zijn geheel beoordeeld. Mijn zeestage was een geweldige ervaring. Iedereen aan boord was super aardig en bereid je te helpen. Wat ik zo leuk vond, is dat het werk elke dag weer anders is. Het ene moment sta je op de brug en het andere moment help je met laden en lossen. En het weer, dat kan ook zo omslaan. Soms zet je golven niet normaal. Als maritiem officier kan je op veel plekken terecht. Je kan op cruiseschepen of vrachtschepen varen, heel de wereld over of dicht bij huis. Als je niet wil varen, is er ook genoeg werk. Bij bijvoorbeeld havens, rederijen en scheepswerven. Ik heb gekozen voor de richting stuurman en wil heel de wereld overvaren. Mijn tweede stage ga ik doen bij rederij Big Lift Shipping. En na mijn studie kan ik daar waarschijnlijk ook aan de slag als derde stuurman. Het gebeurt bij ons heel vaak dat je kan werken waar je ook stage hebt gelopen. Ja, dat is echt top. Ik vond het als eerstejaars prima te doen. Sommige vakken zoals elektrotechniek had ik iets minder ervaring mee. Maar er was altijd wel iemand die me hielp. Geen zorgen. Als je goed plant, hou je echt wel tijd over om andere dingen te doen. Zo ben ik lid van de studievereniging. Die is verbonden aan de opleiding en organiseert onder andere scheepsbezoeken en natuurlijk gezellige borrels. Als je meer wilt weten over maritiem officier, kom dan gezellig langs op de open dag. Of stuur je vragen vast via Insta DM. Doei doei!